Een andere wedstrijd in speelronde 24 is NEC tegen Sparta. Romane Jansen namens NEC en Frank van der Slot voor Sparta. Nu zijn we begonnen. Welkom mensen bij de 24e speelronde van deze E-divisie. We beginnen deze wedstrijd met rechts van mij Romane Jansen, NEC, 9e plek momenteel. En links van mij, rechts van u, Frank van der Slot, die op dit moment de 14e plek van de ranglijsten bezet. Zo kan ik het wel noemen. Frank van der Slot, BBVA-team, leenspeler Ferdinand, leenspeler Sanetti op rechtsback. Erg goed team. Suarez in het team, Neymar, Bill, Messi, Ronaldo ontbreken. Romane Jansen heeft gekozen voor een BPL-team. Iets minder opvallende namen, maar nog steeds een erg sterke selectie. Voor beide spelers is dit de eerste wedstrijd op de Xbox One. Dat betekent dat het team op PlayStation onder het stof bedolven is. Het is thuisgelaten en dat zou dus ook invloed kunnen hebben op het spel van beide spelers. Andere teams, het kan zijn dat de speler normaal gesproken op PlayStation speelde, daar een goed team op had, of juist helemaal niet. Altijd op Xbox heeft gespeeld, dus bij PlayStation met een minder team moest spelen. En dat kan dus effecten hebben op het spel dat wij vandaag gaan zien. De eerste benoemenswaardigheid van deze wedstrijd is de corner voor NEC. Zoekt een speler bij de tweede paal. Mesut Özil, grote kans, kopt in het zijnet. De hoek was misschien net iets te scherp om die bal nog op goal te gaan koppen. Fellaini, gelijk een blessure bij NEC. Niet een erge, kan gewoon doorspelen. Martial langs de zijkant. Beide spelers met vleugelspelers. Dus dat betekent dat we misschien veel ballen over de zijkant gaan zien. Aanname van de borst, aanname op de borst van Lukaku komt gelukkig bij Fellaini terecht. Marouane Pass weer terug op Lukaku. En Jerome Boateng, die de sterke Belg van zich afschermt. Javier Zanetti is voor mij heel lastig om daar neutraal over te blijven. Mijn lievelingsvoetballer, favoriete voetballer die ooit heeft gespeeld. En gewoon die bal goed onderschept daar. Luis Suarez wordt gestopt door Enner Valencia. Niet Enner Valencia, Antonio Valencia, de rechtsback van Manchester United. Ik haalde even de spits van Everton door de war. Ook een speler uit Ecuador. Ingooi voor Sparta langs de lijn. Neymar wordt opgezocht. Voorzet, zoals NEC het ook net bij de corner deed, naar de verre hoek. Tweede paal. Uiteindelijk kan Butland, Jack Butland, super overpowered keeper. 82 weet het, maar speelt echt alsof hij de beste keeper van het spel is. Kan die bal gewoon oppakken. Walcott dan staat als linksmidden op de rechtervleugel. Je zou verwachten dat NEC die nog omzet tot een links buiten of een linker vleugelspeler, zodat hij iets meer teamgeest haalt. Dat was niet gebruikt, staat nu als linksmidden daar en daardoor loopt hij wat punten mis. Weer Mesut Özil met een kopkans en weer niet op goal. Hij ging naar dezelfde hoek als waar hij net stond. Grote kans voor NEC al vroeg in deze wedstrijd en het spel gaat heen en weer, want nu is Sparta alweer in aanval. Wordt onderschept door de speler van NEC, wiens middenveld erg goed staat. Fellaini en Özil en Eriksen, misschien een goede combinatie. Niet vaak zie ik die spelers. Op CRM wordt er toch vaak dan voor Eriksen gekozen. En Eriksen bekleedt de positie van de centrale middenvelder, terwijl daar juist bijvoorbeeld Kante heel vaak staat. Fellaini zoekt Martial op, de opening. Javier Zanetti zit daar goed tussen. Aanval voor Sparta, balrol voor Suarez. Rekt wat tijd, weet uiteindelijk niet de dieplopende speler Casemiro aan te spelen. En weer Martial en Fellaini die goed combineren. Lukaku. Sparta, de speler van Sparta, Frank, goed gebruik gemaakt van de squadbuilding challenge die er op dit moment is voor Rio Ferdinand. 20 wedstrijden, een van de beste legends in je team. Dat is gewoon heel erg slim, helemaal omdat deze eredivisie, deze E-divisie, nog maar een paar speelrondes kent. En je daardoor dus gewoon de hele competitie lang die speler kan gaan gebruiken. Een speler waar je normaal toch wel een tonnetje of 5 voor neertelt, die je nu voor 30-40k kan gebruiken. Eindelijk een kopbal van de NEC die erin gaat. Marouane Fellaini kan ontzettend goed koppen, is ontzettend lang. NEC maakt daar goed gebruik van. Romane Jansen weet het eerste doelpunt van deze wedstrijd te scoren. Veel balletjes die dus worden voorgegeven. Bij Sparta zagen we dat ook. En daar wordt gewoon heel erg goed gebruik van gemaakt. Is misschien een strategie die we deze ronde vaker gaan zien. Ik heb deze speelronde al over meer wedstrijden commentaar gegeven. En daar zag ik ook heel vaak dat via de vleugels er een voorzet werd gegeven. Lukaku loopt de bal over de lijn. Is ook niet echt de speler die je daar wil hebben. Je wil die juist in de 16 hebben staan, zodat hij die bal erin kan koppen. Arturo Vidal, fake shot, goed langs Eriksen. Neymar wordt opgezocht.
terug op Casemiro. Ik zie een paar spelers diep lopen. Uiteindelijk worden die ook gevonden. Suarez, goede bal. Gareth Bale. En daar is de gelijkmaker. Wat een ontzettende lekkere aanval van Sparta. Gareth Bale met zijn slechte voet, zijn rechter. Alsnog heel erg goed ingeschoten. Altijd heel leuk om te zien. Heel lekker om te zien. Voelt heel goed als die bal in het zijnetje belandt. Heel goed ingeschoten. Niet overtuigend gekiept van de keeper van Romano Jansen. En zo staat het binnen 6 minuten tijd alweer gelijk. Gelijk wat wijzigingen in tactiek van NEC. Benieuwd of Sparta daarop in gaat spelen. Opbouw via Otamendi. Mesut Özil paast en loopt direct diep. Walcott is teruggezakt. Veel looplijnen van de spelers van NEC. Niet allemaal even logisch, maar het lijkt te werken. Want de vrije man wordt gewoon elke keer aangespeeld. Lukaku geeft een voorzet. Nogmaals, je hebt eigenlijk liever dat er een voorzet op Lukaku gegeven wordt. Fellaini doelpunt te maken op Eriksen. Wordt neergehaald. Zonde. Bal was eigenlijk al onderschept. Een paas was niet aangekomen. Maar nu toch een vrije trap voor NEC. Eriksen, hele goede vrije trappen stad. Sparta is sportief. Zet geen speler op de lijn. Manuel Neuer kan hem rustig opvangen. Hoeft niet eens een hele grote duik te maken. Een hele moeilijke duik. Distributie naar Javier Zanetti. Luka Modric. Gareth Bale. Zanetti gaat daar overheen. Suarez teruggezakt. Casemiro draait open naar de goede kant. Neymar. 5-star skills, 5-star weak foot. Benieuwd of we wat van hem kunnen gaan zien. Luka Modric wordt diep gespeeld, maar kan de bal niet goed meenemen. En dan is toch elke keer weer de vleugelspelers van NEC die niet meelopen en eigenlijk niet die ruimte benutten. Buitenspel, Lukaku wordt teruggefloten. Casemiro. Zet de aanval op. Inmiddels de bal bij Neymar. Arturo Vidal. Sparta op papier wel het betere team. Grotere namen, duurdere spelers. Suarez doet het heel goed. Triple tap. Neymar kan de bal niet aannemen. De controle ontbreekt. De bal is nog steeds niet weg. NEC onder druk hier vlak voor het rustsignaal. De bal wordt uitgespeeld. En dan is het waarschijnlijk een moment dat de scheidsrechter gaat fluiten voor de rust. Nog één aanval blijkbaar. Neymar ligt geblesseerd in de 16. Scheidsrechter fluit af voor de rust. Veel kansen voor beide teams. Sparta heeft eigenlijk maar één schot op goal. Maar dat zet wel heel veel druk. En ook richting het einde nog veel druk van de spelers van Sparta. We gaan beginnen met de tweede helft. Een paar kleine wijzigingen bij de teams. Geen wisselspelers nog ingebracht. Is misschien ook nog wel een beetje vroeg in deze wedstrijd. De spelers hebben nog voldoende stamina. Kunnen nog wel eventjes mee. Neymar nog wel een blessure die hij heeft opgelopen voor het einde van de eerste helft. Vraag is of hij daar last van gaat hebben in deze tweede helft van de E-divisie. Wedstrijd tussen NEC en Sparta. David Alaba trekt hoog op. NEC speelt rustig rond op zijn eigen helft op het middenveld. Bal wordt onderschept. Luis Suarez die van positie heeft gewisseld met Gareth Bale. Lijkt mij heel vervelend als jouw aanvallende spelers elke keer op een andere positie gaan staan. Romelu Lukaku, Jerome Paul bedenkt perfecte ingreep. Goede tackle van Rio Ferdinand. Bal wordt opgepakt door Luis Suarez. Neymar wil Bale diep lopen. Je zag Bale vertrekken. Houdt daarna in. Onlogische keuze van Gareth Bale. Sparta kan daar geen gebruik van maken. Weer wel in de aanval via Neymar. 5-star skills, 5-star weak foot. Hoef je letterlijk en figuurlijk niet over na te denken met welke voet je gaat schieten. Nee man. Slordig spel van beide partijen. Een paar keer balverlies in een paar minuten tijd. Anthony Martial maakt gebruik van de vleugel. Romelu Lukaku sluit aan. Wel iets te laat. Voorzet. Nee joh. Ja. Strakke voorzet van de NEC gaat door een aantal verschillende spelers heen. En komt dan uiteindelijk terecht bij Lukaku. Je zou verwachten dat spelers als Smalling, Ferdinand, wie dan ook in de verdediging, Ferdinand en Jerome Boateng trouwens, daar toch dan op zouden anticiperen. Een harde voorzet werkt goed ten gunste van NEC. En Sparta moet nu op zoek gaan naar de gelijkmaker, terwijl NEC de druk blijft opvoeren. Anthony Martial wederom gevonden. De rechtsback van Sparta blijft optrekken. Marouane Fellaini, skillpass op Anthony Martial.
Anthony Martial zoekt de ruimte op. Javier Zanetti is weg. Rio Ferdinand onderschept die bal. Er wordt op pauze gedrukt. Sparta en NEC lijken allebei een tactische wissel te gaan raadplegen. Ik zie onder andere bij NEC nog Ruud van Nistelrooy op de bank staan. Geweldige spits. Misschien toch iets meer voor een ander systeem. Wat je net zag bij beide partijen is dat de vleugelspelers terugzakken. En daardoor eigenlijk de ruimtes op de vleugels niet benut worden. Wanneer Walcott terugzakt voor NEC staat er helemaal niemand op de rechtervleugel. Is zonde. Hou je het spel heel compact mee. Maar dat wil je eigenlijk niet tegen de formatie van de tegenstander die ook met vleugelspelers speelt. En drie middenvelders die dus terugzakken. Aantal tactische wijzigingen nog 1 seconde over. Op tijd weer gestart door Sparta, zodat de wijzigingen opgeslagen bleven. Er staat nog steeds daar linksboven in beeld dat Neymar een blessure heeft. Je zou toch verwachten dat hij na zo lange tijd inmiddels wel weer hersteld is. Dat hij zijn blessure eruit gelopen heeft. Javier Zanetti. Anthony Martial verdedigt mee. Casemiro. Neymar inderdaad nog steeds geblesseerd. Gareth Bale. Je zou verwachten dat hij naar zijn linker gaat. Is uiteindelijk ook beslissing van Sparta om dat te gaan doen. Romelu Lukaku vangt de bal op. En wederom die linker vleugel die gewoon helemaal open ligt. Javier Zanetti hoog werktempo. Dus die gaat vaak mee naar voren. Mesut Özil. Oh, die bal daar had diep gemoeten op. Eriksen wordt te laat gezien door Romano Jansen. En Frank van der Slot nu met Casemiro. Dieptebal. Gareth Bale is buitenspel. Komt ook niet aan. Jack Butland kan hem oppakken. Alsnog fluit de scheidsrechter af. Vrije bal voor NEC. Yannick Bolasie inmiddels in het veld gekomen voor Theo Walcott. Jamie Vardy voor Neymar bij Sparta. En Paulo Dybala voor Luka Modric. Grote aantal wissels. Perfecte onderschepping van Rio Ferdinand. Lukaku werd geprobeerd aan te spelen. Wordt uiteindelijk niet gelukt. Paulo Dybala vers in het veld. Komt hier Jamie Vardy. Is it going to be a party? Party. Zoiets was die leuks. Ik moet ook helemaal geen Engels gaan spreken, jongen. Dan gaat het fout. Jamie Vardy, schot op goal. Erik Bailly blokt de bal. Corner voor Sparta. Butland kan rustig bij die bal. Jamie Vardy vangt de bal op. Randje 16. Houdt een beetje in met skill dribbling. Luis Suarez wordt niet gevonden. Casemiro draait open naar de verkeerkant. Arturo Vidal. Wat opvallend is, is dat Jerome Boateng de keeper gaat hinderen. Voor de keeper gaat staan. Dat eigenlijk helemaal niks toevoegt. 90 weet het centerback die zulke slechte keuzes gaat maken qua positionering. Waar natuurlijk ook de speler van Sparta geen invloed op heeft. Romano Jansen kiest ervoor om niet Lukaku aan te spelen. Maar om een solo te zetten met Bolasie. Zanetti onderschept kan geen ingooi voorkomen. Mesut Özil terug op Bolasie. 5-star skill moves. Doet ook de McGee die spin. Paast hem terug op Mesut Özil. Op Lukaku kan zijn linker er nog wel zijn sterke benen tegen aankrijgen. Maar krijgt niet genoeg kracht achter het schot. En ook in tweede instantie is de balans niet goed genoeg om met zijn zwakke voet zijn rechter de bal op goal te krijgen. De tijd tikt door. 78e minuut inmiddels. Romano Jansen dus nogmaals 9e op dit moment in de ranglijst. Zou met een overwinning goede zaken boeken om aan te sluiten met de top. Fellaini krijgt die bal met een gelukje mee. En wordt daarna diep gespeeld. Fellaini, keeper komt uit. Fellaini, Neuer, redt hem. In zo'n situatie zou je beter misschien voor een chipje kunnen gaan. Voor een lopje over de keeper heen. Manuel Neuer is natuurlijk wel een hele goede keeper. Maar deze 1-op-1 doet hij heel erg keurig. Houdt Sparta in de wedstrijd. Die ook nog steeds de aanval probeert op te zoeken. Maar elke keer weer stuit op die verdediging van NEC. Casemiro. Wacht tot spelers diep lopen. Krijgt wel heel veel ruimte. Gaat voor een longshot. Gaat net naast. Sparta probeert het van een afstand. Geen gekke keuze. Weet elke keer maar niet door die verdediging van NEC te komen. En is nu heel dichtbij. Fellaini fungeert elke keer als aanspeelpunt bij het middenveld van NEC. En misschien een van de goedkoopste spelers op het veld, Fellaini. Maar een van de beste tot nu toe. Natuurlijk doelpunten maken van de 1-0. Aanspeelpunt van het middenveld. David Alaba paast de bal bijna in zijn eigen goal. Weet hem nog wel van de lijn af te halen. Inmiddels de 87e minuut. NEC blijft in de aanval. Bolasie doet de McGee die spin. Krijgt de bal in tweede instantie ook mee. Eriksen, 5-star weak foot. Beland dat Jerome Boateng. Bal wordt weggewerkt. Jamie Vardy aanspeelpunt. Weet hem op te vangen. Paas daarna is slecht. En NEC blijft de druk opvoeren. In deze laatste paar minuten van de wedstrijd. NEC tegen Sparta is het NEC die richting het einde van de wedstrijd de vleugel opzoekt. Rio Ferdinand, perfecte onderschepping. Beukt zijn tegenstander omver. Ligt gebaseerd op de grond. Laatste kans van de wedstrijd.
2 minuten blessuretijd is heel erg matig. Heel erg schaars die blessuretijd. Yannick Blanhassi verdedigt mee, sterk aan de bal, paast de bal weg. En nu is het dan uiteindelijk toch de wedstrijd die over is. De scheidsrechter fluit af. De wedstrijd NEC Sparta eindigt in 2-1. Ik zou graag van Frank de highlights nog één keer willen zien. Zou je die kunnen aanklikken? Yes. De statistieken zijn ten gunste van NEC. Net als de score. Shot accuracy is 50% van NEC. Niet heel nauwkeurig. Sparta heeft in de tweede helft wel meer kunnen uithalen dan in de eerste helft. NEC wint op basis van statistieken overtuigend. Met ook een goedkoper team. Goed gespeelde wedstrijd van beide partijen. En dan was deze wedstrijd NEC Sparta ten einde gekomen van speelronde 24 in de E-divisie. Bij de spelers bedankt. En u ook bedankt voor het kijken. En Blauw Duimpjes heel top zijn. En ik zie u graag bij de volgende wedstrijd weer terug.